stel dat je nou zo'n app hebt, hè, die dat alles kan, hè, zou je er dan blij mee zijn? Het stopwoordje bij een corona-app. De COVID-pack. Met Patrona laat je de data voor jou spreken. Whipper, you're bound to feel free. Draag jouw patroon op een mondkapje en laat de data voor je spreken. Misschien ben je wel dus de havik die heel erg de buren in de gaten houdt. Of ben je het konijn wat eigenlijk gekooid zou moeten worden? Een oplossing voor iedereen, ook als je geen mobiele telefoon hebt. Alles is analoog. Hoe makkelijk is het te saboteren? Digitaal is natuurlijk ook heel makkelijk te saboteren. Of ik ga naar AliExpress en ik bestel gewoon zo'n container voor mijn groene wol. Ik heb het debat van VWS ook gezien. Toen dacht ik een paar keer, hier is geen touw aan vast te knopen. Dat had ik vandaag niet. Take it away. Hoe ziet de wereld eruit als we straks met technologie corona onder de controle willen houden? Nou ja, omdat het best een abstract onderwerp is, wil je graag dat die verhalen tastbaar maken. En daarvoor hebben we deze appathon dan ook uitgeschreven, of deze call voor makers, met de vraag van maak voor ons de wereld van corona-apps tastbaar. Wij hebben ook een panel bijeengevraagd om te reageren op de voorstellen. Jarno Duursma, René Dekker, Rens van der Vorst, Siri Berends, Esther Krabbedam. Ik ben super benieuwd. Veiligheid is geen absoluut begrip. Het is niet een begrip wat zich zomaar laat meten. Veiligheid is namelijk voor iedereen anders. Want waar wil je eigenlijk veilig voor zijn? En wat betekent veiligheid voor jou? Wij hebben Patrona ontworpen. En met Patrona reflecteer jij op jouw gedrag rondom de coronamaatregelen. Jij meet het zelf. Want hoeveel verschillende mensen zie jij en hoe vaak ga jij de deur uit? Hoe vaak was jij je handen en wat is eigenlijk jouw ideale afstand tot vrienden en tot vreemden? Creëer jouw eigen patroon door antwoord te geven op deze vragen. Draag jouw patroon op een mondkapje en laat de data voor je spreken. Niet alleen dat, je kunt ook aflezen wat voor anderen belangrijk is. Eindelijk ben je uit de onduidelijkheid. Moet ik die ander in de supermarkt nou wel of niet de ruimte geven? Moet ik me abrupt tegen de schappen werpen of kan ik me gewoon dwars door de rij heen wurmen? Maak je geen zorgen, want bij Patrona is alle data encrypted. Je bent volledig anoniem en niet terug te herleiden naar de gebruiker. Het enige wat er van je overblijft is je patroon. Want wij vertrouwen al op dat mensen zelf kunnen reflecteren op hun gedrag. Dat mensen zelf kunnen definiëren en bedenken wat veiligheid voor hen betekent. Met Patrona laat je de data voor jou spreken. Nou, ik vind het heel mooi, omdat het een weerspiegeling is eigenlijk, of uiting geeft aan het recht van een persoon om over zijn eigen lichaam en over zijn eigen leven te beschikken en daar ook invulling aan te geven. Elk mondkapje wordt dus door de ontwerper zelf gemaakt, door de gebruiker. En dat zorgt er dus ook voor dat elk mondkapje uniek is. En ik zie dat ook als een toegevoegde waarde in dit project. Super mooi, ik vind het echt heel tof. En ook, er is heel veel discussie over of mondkapjes nou wel of niet genoeg bescherming geven. Volgens mij geef je op deze manier, maakt niet zoveel, of je geeft eigenlijk een extra waarde aan het mondkapje. Namelijk niet per se alleen de bescherming tegen verspreiding van het virus, maar ook een soort van sociale interactie of bescherming als je weg wil blijven van mensen die heel veel mensen zien of hun handen niet wassen. Met jullie gaan wij het hebben over vertrouwen. We verkeren in een uitzonderlijke tijd waar onzekerheid boven het hoofd van veel mensen bungelt. Deze onzekerheid kan worden opgelost met helderheid en een duidelijke verdeling van de rollen die iedereen aan zou moeten nemen, om zo samen de crisis het hoofd te bieden. De hoogste prioriteit om deze pandemie te kunnen doorstaan is het onderlinge vertrouwen. En dit ligt dan ook aan de grondslag van onze app, Whipper. Onze app is uniek in het feit dat hij runt op de diepe samenwerking tussen de gebruikers. We geloven in de kracht van zelfkennis.
Hoe jij deze app gaat gebruiken is compleet afhankelijk van hoe goed jij jezelf kent. Dus het begint allemaal met een online persoonlijkheidstest. En uit dat profiel, uit die vragen, komt een persoonlijkheid die jouw rol in de crisis omschrijft. Misschien ben je wel dus de havik die heel erg de buren in de gaten houdt. Of ben je het konijn wat eigenlijk gekooid zou moeten worden. Als je die rollen namelijk duidelijk hebt, dan kan je ze in de Whipper-app aan elkaar gaan koppelen om samen een veilige ruimte te creëren. Met elkaar ga je in gesprek om de grenzen te stellen en aan te geven waar je je veilig bij voelt. En wat is het stopwoordje als het te ver gaat, als je te erg op de vingers wordt getikt? De touwtjes komen in de handen van de gebruikers. Je kiest zelf hoe strak je ze trekt. Juist in zeg maar die fysieke beperking die je elkaar oplegt en die helderheid, voelen we ons daar dan misschien op een mentaal niveau vrij in. Deze app is de uitkomst voor de mensen die het vertrouwen in de maatschappij kwijt zijn. Voor de mensen die zich willen gedragen, maar niet weten hoe. Voor elkaar. Voel je verbonden. Voel je vrij. En wat ik heel mooi vind aan zowel het vorige idee als dit idee, is dat het juist weer meer autonomie en ook contextualisering bij ons legt. Dus dat vind ik heel sterk eraan. Maar ik denk dat het heel erg zal gaan botsen met juist de aantrekkingskracht van zo'n simpele corona-app die gewoon met een groen of een rood labeltje aangeeft of je naar buiten kan of niet. Ik denk ook dat één overkoepelende app, zoals de regering die zou uitrollen, misschien wel niet helemaal de juiste vorm is, omdat iedereen een individueel karakter heeft. En juist ja. Op deze manier worden al die karakters een rol toebedeeld. Dat vind ik trouwens ook heel interessant, dat je met het voorstel van jullie misschien een hele andere groep bereikt die de corona-app van de overheid sowieso nooit zou downloaden. Dus misschien moet er niet één app komen, maar gewoon allemaal verschillende die mensen kunnen gebruiken. Technologie op basis van vertrouwen, dat is natuurlijk sowieso een heel mooi uitgangspunt. En ik dacht ook hierbij, hier kan de overheid zeker ook zijn inspiratie uithalen. Wat is bijvoorbeeld het stopwoordje bij een corona-app? De COVID-pack. Iedereen krijgt eigenlijk een mooie backpack thuisgestuurd. Waarin je je stokje met bolwol kan bevestigen. En dat werkt zo. De GGD komt persoonlijk bij je thuis langs om een gezondheidscheck af te nemen. Of je gezondheid heeft namelijk invloed op je kleur touw en de lengte. Ben je gezond, dan krijg je een geel touw en dan heb je 1000 meter. Valt in een kwetsbare groep, dan heb je een rood touw en maar 50 meter. Heb je een vitaal beroep, dan onderscheiden we je met een groen touw en krijg je 30.000 meter. Als je werkloos bent, dan kun je een hackpack aanvragen en je kunt dan gaan helpen. Er zit namelijk een schaar in, een spuitbus en een ontknoopzet. De schaar kun je gebruiken bij mensen die toch een inschattingsfout hebben gemaakt en net niet meer helemaal thuiskomen. Spuitbus kun je gebruiken in situaties waar het gevaarlijk is, zodat je de kleurtouw misschien even van een andere kleur kan voorzien. En de ontknoopzet is om 's avonds stad weer schoon te maken en alle touwen weer op te rollen. Als je hieraan meewerkt, word je beloond met extra meters touw. Help je medemens. Alleen samen krijgen wij corona onder controle. Ik vond dit echt ook weer een heel mooi voorstel. ik vind het heel goed dat jullie het social distancen in de fysieke ruimte en in de publieke ruimte letterlijk tastbaar maken. Overal te volgen. Of waar mensen zijn geweest. En natuurlijk zonder ook toegankelijk voor mensen zonder smartphone. Wat denk ik een hele unieke inkijkje of een unieke angle is. Ik heb wel een vraag. Toch over de privacyvriendelijkheid. Want als ik een draad ga volgen van iemand die op een bankje heeft gezeten, een rode draad bijvoorbeeld, kan ik natuurlijk wel, als ik die draad volg, naar het huis van diegene toe. Daarvoor hebben wij de hackpack bedacht. Dus daarvoor zijn eigenlijk de mensen. En die kunnen dus de draadjes een andere kleur spuiten. Zodat het niet meer opvallend is als iemand bijvoorbeeld kwetsbaar is of in een risicogroep zit.
Ja, ik vraag me in dat verlengde ook af, hoe makkelijk is het te saboteren? Mensen die ja, hebben, een paar draadjes in elkaar vlechten of op een andere manier hiermee aan de haal gaan. Of ik ga naar AliExpress en ik bestel gewoon zo'n container voor mijn groene wol. Digitaal is natuurlijk ook heel makkelijk te saboteren. Ja, en wat wel interessant is natuurlijk, is dat we deze vragen snel gaan stellen, omdat het die fysieke weergave is van iets wat eigenlijk in de app ook problemen of vraagstukken zou moeten opleveren. En waar we die vragen minder snel gesteld zien worden. Maar dat je eigenlijk door het zo tastbaar te maken, kan je ineens de woorden vinden om te zien waar het mis zou kunnen gaan. Dank jullie wel. We zijn door de 3 prototypes heen. We hebben een hoop uiteenlopende dingen gezien. Wat komt hier nou bovendrijven? Wat we zouden moeten meenemen naar het debat? Ja, toch wat ik eruit voor zien komen is toch wel een stukje autonomie. Wat ze eigenlijk in alle 3 centraal heeft gestaan op een hele andere manier. Maar wel alle 3 een andere belichting van autonomie ten opzichte van, er zit natuurlijk privacy maakt er onderdeel van uit, maar ook hoe laat je mensen keuzes maken ten aanzien van hun eigen leven en dat inrichten. Maar ook wie heeft er gezag om gedrag te corrigeren en wie niet. En wie bepaalt dat? Dat zijn denk ik allemaal vragen die terugkomen op het misschien anders organiseren van autonomie. Ik heb het debat van VWS ook gezien, toen dacht ik een paar keer, nou, hier is geen touw aan vast te knopen, had ik vandaag niet, moet ik zeggen. Nou, best wel veel touw gezien. Wat bij de eerste 2 apps heel aantrekkelijk is dat de verantwoordelijkheid gewoon niet verschuift van mensen technologie. Dat maakt het wel heel erg aantrekkelijk in tegenstelling tot die andere oplossingen. Ja, die verantwoordelijkheidsverschuiving, dat vond ik inderdaad ook wel een interessant punt. Maar dat is denk ik ook meteen het heikele punt, omdat natuurlijk ook juist de aantrekkingskracht van waarom de overheid dat zo graag wil, is dat we die verantwoordelijkheid heel makkelijk kunnen afduwen. Dat het eigenlijk het probleem dan namens ons zogenaamd zou oplossen. En dat laat dit dus ook heel mooi zien, dat dus niet zo hoeft te zijn. Maar ik heb wel het idee dat is waar het gedachtegoed nu in vastzit, in het afschuiven van die verantwoordelijkheid. Wat heel duidelijk is dat jullie niet als uitgangspunt hebben genomen, hoe kunnen we technologie en zo efficiënt mogelijk oplossing laten zijn voor dit probleem. Maar dat heel duidelijk vertrouwen en inclusiviteit, autonomie inderdaad, centraal staan. En dat je dan op andere dingen uitkomt dan een Bluetooth tracing app. En volgens mij mogen we die gedachte-exercitie wel in het debat met elkaar allemaal wat meer uitoefenen. Daar hebben jullie zeker inspiratie toe gebracht. Daar sluit ik me helemaal bij aan. Ja, daar sluit ik me ook helemaal bij aan. En daarmee wil ik ook heel graag nu deze appathon af gaan sluiten. Alleen samen krijgen we de corona-app onder controle. Bij deze een hele fijne avond.